Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb al 2 kids naar schooltje gebracht. De derde zit daar. Dan gaan we even mee naar de winkel. Want ik moet ook boodschapjes hebben. Oké, ik zat op het punt om uit de auto te stappen. Ben niet uit de auto gestapt. Ja, ik ben wel uit de auto gestapt, maar toen voelde ik mijn buik. Ik heb spastische darmen, toen voelde ik mijn buik en toen dacht ik bij mij. Nope, we're going home. Dus ik ben naar huis gereden. Ja. Want ik moest heel nodig poepen. Ja, want ook vrouwen poepen. Yep. En aangezien bij mij dat vaak gepaard gaat als ik zo'n aanval van een spastische darm krijg, dan word ik misselijk. En, niet dat ik moet kitsen of zo, maar ik heb wel het idee van, er komt er aqua uit. Maar dat is niet zo, maar goed. Dus ik heb gauw Sam gepakt. Sam hier op de grond neergepleurd. Ja, gewoon neergelegd natuurlijk, hè. En gauw naar de wc gerend. En daar kom ik net vanaf. Dus nou ga ik mijn jas aan doen en dan gaan we toch maar eventjes naar de winkel. Moet iets toch? Nou, we hebben Liam opgehaald. Het was allemaal hectisch. Ik heb al gegeten. Kindje slapen. En ik geef pauze houden. Dus daar kan ik al samen eten, denk ik, begin of zo. Ben moe. Ja. What's new? Hè? Ik moet ook nog even uploaden. En ja. Oh ja, ik ben nog naar de winkel geweest met Sam. Na mijn scheidverhaal. Dus ja, dat. Ik ga heel eventjes serie kijken. Even een half uurtje. En dan ga ik weer aan de gang. Hier is iemand die niet wil slapen. Jij wil niet slapen, hè? Nee. Ja. Kusje. Oh. Da. Kon je zien wat mama gegeten had? We hebben Jordi opgehaald en we gaan nou naar huis. Ik ben nog even bij de apotheek geweest nou. En dan gaan we nou een flesje geven aan Sammy en drinken aan de jongens. Nou, ik heb weer een hartaanval gehad. Ik zag Jordi met zijn bril en er zaten geen glazen meer in. Dus mama's kon op zoek naar alle glazen. Gevonden. Duurde even, maar dan heb je ook wel. Hij krijgt nog geen bril op. Het is goed. Dan trekt hij meer af. Ik ben ondertussen met eten bezig. We eten nasi. En ik heb kippetje in de oven voor Niels. Want dat vindt hij lekker. Kijk, kippetje. En ik heb lumpiaatjes voor onder andere voor Liam. En voor Niels natuurlijk ook. Voor mezelf. Ik eet het niet super graag, maar
dat dus. Satésausje erbij, kroephoekje erbij en we zijn klaar. Aangezien ik toch zoveel mogelijk laat zien, ik nu op het punt dat ik koekoek aan het worden ben. Hier zit er eentje die niet meewerkt. Sammy die is de hele tijd aan het gillen. En Jordi die is de hele tijd de boel hier op stel te zetten. Hij zit daar nu heel lief, hè? Maar ik ben nu al een half uur met hem bezig. Hè? Mijn eten heb ik wel zover klaar. Maar op zo'n moment mis je gewoon een extra paar handen. Ja, en ik ben nu even koekoek aan het worden. Dus als de video niet op tijd geüpload is, kan er niks aan doen. Ik was hem aan het uploaden. Jordi heeft op allemaal knopjes gedrukt. Ik kan er echt niks aan doen. Dat. Ik heb hier alles opgeruimd, afgewassen. De flessen afgewassen en alles. Kindjes zijn lekker in bed. Slaap al even. Ja. En dan gaan we even nog samen televisie kijken. En dan gaan we daar douchen en naar bed. Ja, gelukkig is alles... Het wel tegen stofzuigt. Ja. En dan gaan we daar onze luiken sluiten. Een hele goede morgen. Jordi is nog niet wakker, maar die twee andere duivels wel. En vooral één duivel. Hallo, je broer ligt hier. Rustig aan. Mam heeft dat nou al een paar keer gezegd. Ja, dat weet ik ook. Alle kindjes zijn aangekleed. Dus nu 9:05. Om 9:30 komt de visio. Ongeveer om en nabij. En ik ben ook aangekleed. Vandaag komt ook de... ik heb ook mijn haar trouwens gedaan. Maar ik weet niet echt wat ik ervan moet vinden. Ik vind zo'n 90s kuif vind ik dit. Maar oké, prima. Hij viel zo. Vandaag komt wel zorg, want ik krijg mijn buggy voor Jordi. Ja, krijgen. Het is natuurlijk in bruikleen, hè. Je krijgt nooit niks van de gemeente. Niet zomaar in ieder geval. Maar dat is dus wat er vandaag gaat gebeuren. Als goed krijg ik vandaag de buggy voor Jordi. Omdat het kind is 18 kilo en alle buggy's gaan ongeveer maar tot als 16 kilo. We hebben er lang op gewacht, maar hè, dan moet er nog een autostoel komen en de aankleedtafel moet nog komen. Verzorgingstafel, hoe je het ook wil noemen. Maar die duurde iets langer, maar ik wacht het gewoon af. Jullie is al klaar voor de visio, maar die is heel eventjes, hij was even ongeduldig, dus ik heb even dit gedaan. Dan kan hij even gelijk hier binnen oefenen. Je staat vast, jongen. Ja. Goed zo. Zelf opgelost. Helemaal goed. Ja. En nou. Zal mama even aan de kant leggen? Ja. Zo. Goed zo. Liam, stop daar nou eens mee. Kijk, en dan gaat hij dat doen. Want hij denkt gewoon bij zijn eigen... Ja, als ik wel verveeld of geen zin meer heb, laat maar zitten. Dat is het. Maar ik heb wel zijn nieuwe schoenen aangekregen, want die wou ik dus nooit aan. En die heeft hij nou aan. Even een boterhammetje eten. Ze zijn lekker aan het smullen. En straks komen opa en oma. Ja, opa en oma komen straks op bezoek. Hè? Kindjes liggen op bed. Ik ben even heel erg kwaad en gefrustreerd momenteel. Want, dat ga ik even uitleggen. Welzorg zou vanochtend komen voor de speciale buggy voor Jordi. En ik werd pas, nou, ik denk een kwartiertje geleden gebeld.
En ik was bezig met de kinderen om ze naar bed te krijgen. Behalve Jordi dan, want die was ik aan het ophouden. En toen heb ik teruggebeld. En die vrouw natuurlijk aan de telefoon, die kan er ook niks aan doen. En die zei ook echt van, ik vind dit niet normaal. Dat ze dus niet kwamen leveren. Ja. Ik heb ook aan die vrouw uitgelegd dat ik dit best wel verschrikkelijk vind. En dat ik hier best wel pissig over ben. En zij snapte dat ook echt volledig. En zij gaf mij ook echt volledig gelijk. Ze zegt, dit hadden ze vanochtend om 8 uur ook al kunnen zien. Ze zegt, dit is niet menselijk. Ik zeg, nee, want ja, we zijn al zo lang hierop aan het wachten en mee bezig. Ik zeg, ik vind het een beetje communicatief heel slecht. Ik zeg, bovendien, ik zeg, je zit erop te wachten, je zit erop te kijken dat het komt. En ja, ze begreep het echt volledig hoor. Ik kan haar ook daar echt geen schuld van geven, want ze is gelijk een afdeling gaan bellen, zodat er gelijk een nieuwe afspraak ingepland kon worden. Die is nu over 2 weken, want volgende week hadden ze geen tijd. Ze zegt, ja, zegt ze, ik kan niet meer doen als dit. Ze zegt, ik ga je wel iets van zeggen, zegt ze. Want dit is niet, dit is niet echt de bedoeling, hoe dat we met mensen om moeten gaan. Dus ja, ik ben een beetje gefrustreerd en een beetje pissig. Ik bedoel, kijk, hè, als het niet binnen is, dan snap ik dat. Maar laat even iets weten, eerder. Dan dat ik met mijn kinderen bezig ben om alles uit te... Maar goed, ik ga even eten. En ja, dat. Pauze is voorbij. Meneer wil niet slapen. Ah ja. Ik hou toch wel pauze. Meestal als ik gefrustreerd ben, wil ik altijd iets koken, bakken, praaien. En ja, dat ga ik nou doen. Ik ga appelflappen maken. Ik heb genoeg appels. Appels die ik op moet. Dus ja, die ga ik maken. Oh, en Jordi is nog steeds wakker. Het eerste gedeelte zit er al in. En nou moet ik nog 5 maken. En dit is mijn mengsel. Dan denk je, wat zit erin? Banketbakkersroom, appel, kaneel, suiker en krenten. En als je vraagt hoeveel zit er van alles in? Ja, dat weet ik niet. Dat, zoveel. Ik weet echt niet. Jordi heeft opgegeven. Die ligt daar nou te slapen. Sam is aan het spelen. Liam die is bezig. Niet heel veel Jordi etteren doet hij dus. Daar ben ik wel blij mee. Maar ja. Dus, ik heb ondertussen een pan erwtensoep alweer klaar. Zo dadelijk eventjes de roggebrood en spek neer klaarzetten en alles. En de poffertjes voor de kinderen. En mijn moeder bracht worstenbroodjes mee, want dat had ik gevraagd. Omdat ik anders nog naar de Jumbo moest. Joef! Mijn plaats. Zit dit Sam te vervelen. Alles uit te leppen. Maar goed. Ik geef Piesje. Plassen. En eventjes alles klaarzetten. Mandy, is het al de volgende dag? Nee, het is nog niet de volgende dag. Ik ben een kwartier later. Ik was vergeten te gaan plassen. Toen moest ik niezen. Toen piste ik mezelf gewoon even onder. Weet je wat het is? Ik heb 3 kinderen gebaard. En sinds dat ik Sam eruit heb ge... Hallo, Joef. Joef. Nou is het afgelopen. Nee. Toen ik Sam eruit had gedat. Toen. Ja. Dat is iets te snel gegaan. En vandaar dat mijn spieren daar allemaal een klap hebben gekregen. Dan ben ik wel met oefeningen en alles bezig. Maar op het moment dat ik nies en mijn benen niet op tijd kruis. Moet ik uitkijken dat ik niet in mijn broek pis. Nou, ik was dus weer vergeten om te gaan plassen. Dus ja, 1 en 1 is 2. Dus ik heb me even omgekleed. Nou, prima. Gelijk pyjama broek aan. Mijn ouders komen op bezoek. Het is niet dat de koningin op bezoek komt, hè? Oh ja, en dit zijn de appelflappen. Ik was net iets te laat bij deze. Maar ze zijn gewoon nog prima, hoor. Dit is voornamelijk suiker. Dus ze zijn gewoon prima.
Mijn ouders zijn langs geweest. En we hebben gegeten, gedronken, gezellig met kindjes gedaan. Die liggen nou lekker op bed. Ja. Volgens mij slapen ze allemaal. Ik hoop het. Lekker rustig. Mm-hmm. Nou eten we nog even een appelflap. Yes. Oeh, dat valt wel. Smaken lekker, toch? Mm-hmm. Ja, dat heb ik goed gedaan. Jee. En je hoeft het nog even schudden buiken. En, appelflap azen. Ja. Joef, eraf. Je bent echt slecht bezig, Joef. Maar goed. Ik heb de erwtensoep video heb ik ook al geëdit. Ik moet alleen nog even de voice-over doen. Dat doe ik denk morgen of overmorgen even. En deze video was ik ook al aan het editen. Dus dat betekent dat we deze gaan afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende.